Ja guys, welkom bij een nieuwe hete video. Vandaag doen wij een kijkje op de Banker mocht je mijn waaien horen op de achtergrond, het spijt me het is 30 graden buiten, bla, die bla heb ik al verteld in een eerdere video. Het is puur gewoon veel te warm in mijn kamer om drie softboxen om mij te hebben, een laptop te aanduiden staan, een hete camera erbij te hebben, het zonlicht van buiten op mijn raam te laten schijnen, mijn microfoon hier in mijn zak te hebben zitten, al die dingen die warm worden, een PlayStation die net heeft aangesteld dat de Lesbian 2 is uitgekomen, en ik die het gewoon altijd ontzettend warm hebt, want ik ben gewoon een heel erg knappe jongen, dus ik ben, we kunnen het wel zeggen, heel erg heet. Voor je deze video op pauze zet om even te gaan kotsen in de wc, Welkom! Uh, The Banker is een video-on-demand-release, een film die is uitgekomen op video-on-demand natuurlijk, want de film is niet in de bioscoop gegaan. Niet dat een film dit jaar in de bioscopen is geweest, maar hé, hey, je snapt wat ik bedoel. En ik vind het altijd grappig en het fascineert me altijd om een film te zien met een topcast met A-list acteurs, die dan bijna tot geen reclame krijgt. Ik durf te wedden dat jij amper of niet van deze film hebt gehoord en ik durf erbij te wedden dat jij niet eens wist dat Anthony Mackie oftewel The Falcon en Samuel L. Jackson in deze film spelen. Samen met Nicholas Holt. Die drie horen bij de grootste namen ooit op deze wereld op dit vlak en deze tijd van het jaar. Want het zijn de enige drie mensen die nog films maken en ze hebben alle drie meegedaan in grote franchises zoals uh, Avengers en <coughs> X-Men. Dus ja, laten we maar snel wat gerechtigheid brengen naar Samuel L. Jackson. Die eigenlijk nu toch wel een paar films moet maken om misschien eens wat bekend te worden. Dat Samuel L. Jackson ook eens wat bekend gaat worden in de wereld. Want hij verdient het wel. Dus uh, let's go! Ja, dat was een grap. En nee, ik wil niet al mijn grappen moeten uitleggen. Wat ik soms wel moet doen. Het waar gebeurde verhaal over twee Afro-Amerikaanse mannen die ervoor zorgen dat het hele Amerikaanse real estate programma gewoon volledig in duigen valt. Het zijn genieën. Ze doen dit wel via listen en via fraude, maar hé, hey, ze krijgen het wel klaar. Het is heel interessant geschreven en het houdt je echt erin de hele film vast. Het is vrij interessant. Maar natuurlijk, het interessantste aan dit soort waargebeurde films is: het is een film van gemaakt, dus je weet, het is gelukt. Maar na een tijd zijn ze ook stevig op hun eigen kont gevallen. Waar gaat deze empire ineenzakken? En bij deze film vond ik dat apart interessant om te zien, gewoon puur omdat ze eigenlijk gewoon op andere mensen rekenen die het werk voor hen doen. En dat vond ik een heel interessant gegeven. Het is hier dan ook niet anders en het enige grote minpunt aan deze film is dat hij best wel langdradig is en dat hij niet speciaal voelt. Daarmee bedoel ik, er zijn duizenden andere films gemaakt die het beter doen. Deze film gaat uiteindelijk op een lijst vallen van films die gaan over afro-Amerikaanse mensen die de real estate programma in de wereld in de VS en kapot hebben gemaakt. Maar deze gaat niet daarbij horen bij de meest memorable films. Er zijn er betere in de wereld. Verhaal 165 op 200. Garrett en Morris, oftewel de twee hoofdpersonages, de twee Afro-Amerikaanse mannen, oftewel Anthony Mack en Samuel L. Jackson, zijn beide zeer goed geschreven en zeer likable personages. Ik was oprecht geïnteresseerd in hoe ze het allemaal klaar kregen. Steiner, oftewel Nicholas Holt, is ook niet slecht geschreven, maar aan hem moet je wennen en je neemt hem nooit volledig op in je hart. En dat is wel jammer. En ook de vrouwen van deze personages zeiden me over het algemeen niet veel. Personages 150 op 200. De film duurt twee uur en die klopt er ook wel mooi in. Hij duurt gewoon vrij lang. Voor de rest moet ik zeggen dat de shots best mooi waren, waren de kleuren goed gekozen voor deze film, maar de kostuum is heel mooi gekozen. En over het algemeen is de cinematografie is heel goed van deze film. Pacing en designing 125 op 150. Op zich is de film wel surprising, maar aan de andere kant moet ik toegeven dat dat vooral in de derde act was en de eerste en tweede act voelen niet zozeer repetitive aan, maar wel niet vernieuwend. Surprise: 55 op 100. Mackie, Holt en Sam Jackson doen het alweer fantastisch in deze rollen. En ze zijn echt heel erg goed. Vooral Mackie en Sam Jackson. Holt kan volgens mij nog net wat beter. Acting, 135 op 150. Ook de critics vonden deze film wel oké okay en geven hem een 59 op 100. Zelf ben ik het daar niet mee eens, ik vond hem beter, ik geef hem 35 op 50. Entertainer ben ik het wel met mezelf eens en ik geef hem 3,5 sterren en een hartje, oftewel 40 op 50. Dan waren de totaalscore van de Banker uit om een 764 op 1000, oftewel een 7,6 op 10. Heb jij de Banker nou gezien? Laat weten wat je ervan vond in de comments naar beneden. Ik zie jullie graag terug in een volgende video. Mensen bedankt voor het kijken en bye bye.